Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag mijn drie favoriete Sony lenzen. Ik heb een Sony Alpha 7, dus dat is deze camera. Nu ik moet er wel bij vertellen, ik heb deze momenteel in de, in de verkoop gezet. Dus die zal ik niet lang bij. Want ik heb die oorspronkelijk gekocht, vooral om een full frame camera te hebben nog, en om te gebruiken met andere lenzen. Maar nu ik eigenlijk film met de Fujifilm camera's, heb ik voor deze eigenlijk niet meer echt een gebruik. Dus kan ik deze verkopen. Samen met de lens die erbij hoort. Maar voor ik deze verkoop, wil ik nog deze video uitbrengen waarbij ik mijn favoriete lenzen bespreek. Er komt ook geen echt uh, materiaal met een verhaalvideo rond deze Sony Alpha 7, maar ik daar ook niet echt een, uh, een verhaal rond. heb. Ik heb die gewoon gebruikt om te filmen. En daar stopt het eigenlijk een beetje. Nu, als ik de. Dit is eigenlijk mijn tweede Sony Alpha 7, want ik had eerst een Sony Alpha 7 in kit gekocht. Dus met de zoomlens die daarbij zit, maar die zoomlens is stuk gegaan. Um, eigenlijk door gewoon gebruik het uh, diafragma is vastgelopen en dan heb ik die binnengebracht en kon ik alleen op dat moment nog de body only versie aankomen. Dus heb ik deze gekocht en heb ik mijn aantal prime lenzen gekocht om daarmee te gebruiken en dat zijn deze en de eerste prime lens die ik gekocht heb is deze 35 mm 2.8 lens dus eigenlijk het grootste nadeel als het over uh, lenzen gaat is dat de uh, lenzen allemaal stuk voor stuk vrij duur zijn dus dat is uh, ja, voornamelijk omdat het Carl Zeiss Zeis zijn. Dat is een merknaam die nogal een dure reputatie heeft. En het is dus een 35-2.8. Het is heel compact. Dat is denk ik het grootste voordeel. Maar voor de rest het is het niet zo super lichtsterk zoals dat je ziet. Maar het is wel een zeer compact geheel. Het komt nog iets dichter uh, erop te zitten. Dus uh, super compact. Ik heb die vooral gebruikt als ik onderweg de camera nodig had. De zonnehoed die erbij hoort is een vreemd geval. Maar het werkt. Dus dat is mijn uh, standaard lens eigenlijk. Deze die ik het meest gebruikt heb. Dan heb ik voor portretten nog een grotere Prime Lens gekocht. Deze, de 55 1.8. Dus opnieuw een zijslens. Er zal wel ergens een badge op staan. Ja, hier staat de badge. Een al iets zwaardere lens. Vrij, dus die, deze lens was al iets van 700 euro, wat eigenlijk dubbel is van vergelijkbare lenzen bij, bij Nikon en Canon. Deze was ook uh, denk ik zelf al 800 euro of iets in die zin. Dus vrij duur ook. Een goede zonnekap met een matte binnenkant. Goed materiaal. Dus een uh, 55 18 niet eens super lichtsterk. Wel afgeronde diafragma bladen ook, voor zover dat dat zichtbaar is. Ik kan de diafragma niet op de lens zelf, bedienen, dus ik kan het nu niet openzetten. Maar eigenlijk, um, op zich een zeer mooie scherpe lens. Dus 1.8 is niet super lichtsterk. Uh, het is eigenlijk een soort van standaard lens ook. Maar het is full frame, dus komt een klein beetje overeen, denk ik, met, wat, met de 56 mm. allemaal ah, de 56 is natuurlijk omgerekend op krop uh, van Fujifilm, is is natuurlijk 85 mm. Ik heb geen 85 mm lens of telelens voor deze camera. Dat is mijn. Uh, Langste brandpuntsafstand, dus de 55 mm 1.8 voor portretten en dergelijke meer dan goed genoeg. En dan heb ik nog een laatste lens die ik eigenlijk ook het laatst gekocht heb. Die heb ik echt gekocht om te filmen, dat heb ik ook bijna alleen maar gebruikt om te filmen. En dat is een 28 2.8, denk ik Ah nee, 28 2. Opening 2, dus opnieuw niet super lichtsterke opening 2. 28 mm, maar dit is trouwens geen zijslens. Deze heeft niet de zijsbadje blijkbaar. Dus zelfs binnen het uh, full frame, uh, dus de, dat is de FE-mount LenzenGamma heb je verschil tussen de zijslens en deze. En de niet-zijslens, dat is dan een voorbeeld van een niet -zijs lens. Ook die um, zoomlens die in kit geleverd wordt met de Sony Alpha 7 is ook geen zijslens trouwens. De kwaliteit is uh, goed genoeg voor, uh, eigenlijk voor wat ik ermee deed filmen. Het is natuurlijk niet verleidbaar met de kwaliteit van deze. Ik denk van al mijn is dit wel de scherpste en de mooiste lens die ik heb. Maar 55 is soms een klein beetje te no noal voor uh, omgevingsportretten en dergelijke meer. Dus dan was die 35mm die ook een pak compacter is als je die twee vergelijkt. Zie je al snel dat dat bijna de helft in het formaat is. Maar dat zijn dus mijn meest gebruikte, of mijn, eigenlijk mijn enige Sony Alpha full frame lenzen. En die gaan ook allemaal in de verkoop trouwens. Dat was het, dus uh, dat, dat zal ook de laatste Sony Alpha video zijn. Ik weet niet of dat echt een probleem is. Voor de mensen die recht mijn kanaal volgen omwille van de Sony video's, hier stop het dus. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende!